Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag, laten we zeggen, een tweede methode laten zien over hoe je een stuurlintje kan draaien aan je fiets. Ik heb al eens in het verleden eerder een video gemaakt, stuurlint draaien. Daarvan zie je een linkje in de beschrijving van deze video. Ik heb een vraag. Vind je deze video interessant? Overweeg dan eens om lid te worden van ons kanaal. Daarvan vind je de voordelen ook in de beschrijving van deze video. En heb jij al eens een stuurlintje gedraaid? Vond je dat makkelijk? Vond je het moeilijk? Heb je baat bij deze video? Laat het allemaal eens weten onder in de comments. Zodat wij daar, laten we zeggen, zelf van kunnen leren. Maar ook de andere kijkers nog eens jouw ervaring ook kunnen lezen. Ik heb het stuur voorbereid. Het is mooi schoon. De remgreep is op de juiste positie geplaatst. En we gaan nu beginnen. En laten we zo zeggen, in eerste instantie, hoe gaan we beginnen? Nou, we zien vaak dat stuurlintjes, laten we zeggen, halfwege beginnen en dat die dan daarna naar binnen gepropt worden. Zelf vind ik dat eigenlijk niet zo mooi. Vaak zie je ook dat er dan het beginpunt toch altijd een beetje raar eruit ziet. Dus ik heb nog wel eens de neiging om te zeggen, laten we gewoon precies aan de rand zo beginnen. En dan doen we dadelijk hier een dopje in. Dan hebben we ook geen moeilijke punten. Nou, dat aan de rand beginnen, dan begin ik meestal aan de onderkant. En ik draai van buiten naar binnen. Dus ik zit aan de buitenkant en ik draai naar de binnenkant toe. Dus dat begin ik nou mooi strak langs het begin van het stuur. Zo eroverheen. En dan gaan we hem nou schuin trekken. Waarbij het stuurlint elke keer ongeveer de helft tot een derde over de vorige wikkel heen ligt. Je ziet hem hier dikker worden, dus eigenlijk leg ik hem precies over dat punt waar die van dik naar dun gaat, zodat hij feitelijk mooi glad wordt. Dus als ik hem maar even voor het shot, hier zie je denk ik dat hij dik is en daar dun, dus je legt de wikkel precies over dat deel waar die wat dunner wordt, zodat hij per saldo met twee wikkels over elkaar vlak wordt. Nou, op die manier draaien we hem netjes door tot dat we bij de bocht gaan komen. En als we dan bij die bocht zijn, dan gaat hij eigenlijk aan de binnenkant waar je op kijkt, probeer ik hem gelijk te houden. En aan de buitenkant of aan de onderkant ga ik hem iets minder laten overlappen. Want anders komen we de bocht niet door. En op deze manier hou ik hem, zeg maar, op de zichtkant hou ik hem eigenlijk zo gelijk mogelijk. Nou, dan krijgen we nou het punt wat altijd voor iedereen het meest ingewikkeld is. Hoe gaan we hem nou op een nette manier hier rondom die remgreep krijgen? Nou, ik ga nu hiervoor een andere methode hanteren dan in de eerste video. Hier doe ik de zogenaamde S-methode. Dan zie je dat ik hem onderin zit, hij er nog niet helemaal tegenaan. Dat is op zich ook niet erg. En dan gaan we van hier gaan we naar binnen en dan gaan we omhoog. Ja, gaan we omhoog, trekken we hem hier eroverheen, deels over de remgreep heen, naar onder weer. En dan gaan we terug naar beneden. Ja, dus hij kwam van bovenaf en dan gaan we hem hier weer kruisen en dan blijven we beneden, gaan we niet terug naar boven. Waardoor we hier nu mooi aansluiten op de onderkant
En dan gaan we weer naar binnen, dus niet naar boven, maar naar binnen, waardoor die onderin dus, of aan de achterkant hier kruist. En dan gaan we hem nu van binnen naar buiten trekken. En dit is, vind ik, vrij essentieel. Want ik wil dat we hem zo om blijven draaien. Want als je dadelijk met je hand hier op het stuur zit en je gaat trekken, doe je ook dit. En ik wil dus dat we op die manier draaien, zodat je feitelijk het stuurlint vastdraait en niet losdraait. Als je dit nou hebt gedaan tot zover, dan kan je even het rubber terugklappen. En kijken of je niet met open hoekjes blijft zitten. Anders dan moet je het nog even ietsje strakker trekken. Nou, je ziet, hij valt er precies overheen. Dus ik heb geen open hoekje. Dan controleer hem ook even aan de andere kant. Ook daar zie je dat er geen open hoek is. Dus dan hoef je het niet opnieuw los te maken. Maar je zou hem anders even los kunnen halen. En hem iets meer zeg maar naar de remgrepen draaien. Verder dezelfde methode blijven hanteren. Nou, dan gaan we hier verder hetzelfde als beneden. En dan ga ik nu eigenlijk, want wat je natuurlijk wel eens ziet is dat stuurlint wat wil verschuiven. Dus nu gaan we daar even een extra plakrandje op maken met tape. Even kijken. Zo. Waarbij we elke keer als er een wikkel gedaan is, tapen we mee. Even kijken hoor. Dus zo. Dan draaien we hem over de tape die we net geplakt hebben heen. En dan tapen we hem weer mee. Zodat de kans dat mijn stuurlint dadelijk gaat verschuiven omdat ik op het stuur leun, heel klein is. En het dus mooi blijft zitten. Dat is altijd even een werkje. Hè? Dus dan snap je ook dat als je het stuurlint bij je fietsenmaker laat wikkelen, dat ze daar gewoon even mee bezig zijn. En dat dat niet voor 5 eurotjes gedaan is. Maar je kan het ook zelf. Aan de hand van deze video hoop ik dat dat een stuk makkelijker wordt. Het is wel altijd belangrijk dat, kijk, nog niet verteld, maar trek een beetje aan het stuurlint. Hè, zodat het onder spanning erop staat en wikkel het niet te los. Ik werk nu met een stuurlintje van BWB. En als je goed kijkt, dan zie je dat dit stuurlint best wel elastisch is. En dat maakt ook dat het voelt een beetje rubberig aan. En dat maakt dat het ook heel makkelijk draait. Nou, dan komen we nu bijna bij het eind. Dan moet je voor jezelf kan je even bepalen hoe ver je het zeg maar door wil laten lopen, het stuurlint. En maar laten we voor het gemak zeggen dat dat tot hier is. Nou, dan gaan we hem afknippen. En dat afknippen, even kijken, daar heb ik een schaar voor nodig. Dat doen we, laten we zeggen, van binnen naar buiten. Dus naar de stuurpen toe. Dat kan je vanaf de achterkant doen. Dat kan je ook vanaf de voorkant doen. Dat maakt op zich niet zoveel uit. En dan moet je eigenlijk even opletten dat het zoveel mogelijk zo is dat je in een soort rechte lijn gaat eindigen. Dus ik ga dat nou zeg maar zo doen. Zo knip ik haaks op. Op het stuur. Even mooi recht. Zo.
Dan draaien we hem nog even door. Even kijken hoor, dat is mijn plakband in de knoop. Zo. En dan gaan we hem aftapen. Ik doe dat altijd in eerste instantie gewoon met de zwarte tape, dus niet meteen met het afwerktape wat de lintleverancier heeft meegestuurd. Maar gewoon even met een mooi elastisch, hoe noem je dat, isolatietape. Even een paar windingen. Hoeft niet strak, want vaak als je de tape te strak doet, dan heeft het ook weer de neiging om los te komen. Op deze manier zo. En dan gaan we hem nog even mooi afwerken. Een beetje afhankelijk van de leverancier zitten er verschillende soorten tapejes bij. In dit geval is het een tapeje waar gewoon wat reclame op staat. Ik weet dat er zijn ook tapes waarbij zeg maar het aftapen met hetzelfde materiaal gebeurt als het lint zelf, waardoor je die tape niet of amper ziet. Nou, hier zit een zwart tapeje bij. Even het zwarte deel precies weg, zo, of het groene deel, zo. En zorg er hierbij ook voor dat het uiteinde, dat dat niet hier bovenop zit, hè, want dat is natuurlijk lelijk. Hè, dus mooi op deze manier afgetaped. En zit er mooi op. Nou hebben we natuurlijk, zijn we onderaan begonnen en daar hebben we nog steeds dat gat in je stuur zitten. Nou, dat is gevaarlijk, dat moet gewoon dicht, ook voor de veiligheid. Moet dat dicht. Mocht je namelijk vallen, dan is dit eigenlijk een open mes. Hè? Als je hier met je buik invalt, dan snijdt zich dat zo in je lichaam. Je kan dat afdoppen gewoon met een standaard dop, afhankelijk van de maat. Hier zie je dat die eigenlijk te klein is. Dus ze zijn ervan uitgegaan dat we het tape meedraaien naar binnen. Nou, dan zou je daar zelf een tapeje omheen kunnen doen. Maar ja, dit soort doppen, die zie je 9 van de 10 keer, hoe je het ook doet, dat ze er toch na verloop van tijd weer uitgaan. Dus dat is eigenlijk niet zo mooi. En daarom heb ik ook een alternatief daarvoor. Dat is deze BBB Screw-On. Die zie je al, die hebben een soort expansieconus. Die kan je in het stuur draaien. En dan met dat inbusje zet je hem vast. Dus die doe je gewoon erin. Draai je die inbus aan. Dan zit hij mooi op zijn plek. En komt hij er ook niet meer uit. Die dopjes die zijn herbruikbaar uiteraard. Die gaat verder niet kapot. Dus een volgende keer dat je een stuurlintje koopt, hoef je niet die dop opnieuw te kopen. Kan je gewoon hergebruiken. En dan hoef je niet meer die indrukdoppen te gebruiken. Goed, ik heb je een andere methode laten zien voor het stuur indraaien. Voor een deel is het gelijk aan de vorige methode, alleen met name hoe we hem rondom die remgreep zeg maar wikkelen. Daar is het anders. Vond je deze video interessant? Dan overweeg eens om lid te worden van ons kanaal. En laat ons ook eens weten, wat zijn jouw ervaringen met stuurlintdraaien? Doe je het zelf? Laat je het altijd doen? Welke methode gebruik je? Laat het ons eens weten onder in de beschrijving, want ik vind dat interessant om te lezen. En ik denk ook de kijkers vinden het ook interessant om te weten hoe een andere doet.